Hoi, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ben ik gewoon vrij, zoals bijna elke keer dat ik een filmpje voor jullie maak. En ik krijg vandaag bezoek van een jongen die ik heb leren kennen in Albufeira. Ik was dit jaar met twee vrienden naar Albufeira. En hij was daar met zijn vriendengroep. En hij doet ook journalistiek. Maar hij was gewoon gekomen allemaal uit Eindhoven. En dat doet hij daar. En voor zijn opdracht moest hij iemand interviewen en hij heeft mij benaderd. En natuurlijk als medestudent aan de journalistiek zeg je daar geen nee tegen. Dus hij komt er zo meteen aan en dan gaan we even lunchen, denk ik. En dan gaan we eventjes, dan gaat hij zijn interview houden. Dus superleuk om hem weer te zien. En ik ga jullie ook weer meenemen vandaag, dus tot straks. Hey, wacht. Hij staat niet scherp. Wat erg. Yay! Ik heb hem dus uitgeknipt. Oké. Hoi Marijn. Hoi. Ik ben nu voor het eerst op een vlog. Ja. Dit is heel ongemakkelijk. Waar kom je vandaan? Eindhoven. Oh, ben je gezellig in Utrecht? Ja. En? 2 uur onderweg geweest hier naartoe. En was het waard? Ja, zeker. Heb je een goed interview gekregen? Ja, een geweldig interview. Mooie quotes erin. Ja, Marijn heeft net een interview van mij samen met mij gehad. En was wel super leuk. We hebben een beetje over onze opleidingen gepraat. En echt heel anders hebben wij de opleidingen. Hij zit op de Fonties. En, maar wel echt super leuk. Even een heel leuk interviewtje gehad. En we zijn nu gewoon even lekker aan het kletsen. En mijn mama is daar ook. Ik wil op vandaag, want ze ziet er niet aan. De kip samba. Wat zei je? De kip samba, de pittige kip samba. Kijk. Allemaal kopen, pittige kip samba. Nou, Marijn is weer weg. We hebben een superleuk interview gehad. Hij heeft gewoon gevraagd over het vloggen en over studentennet en hoe dat zat en alles. Hij maakt dit jaar ook een tijdschrift, want hij doet ook journalistiek en hij zit ook in zijn eerste jaar net als ik. En we hebben gewoon even leuk gepraat, want we kennen elkaar dan van Albufeira. En het was echt gewoon superleuk om elkaar weer even gezien te hebben en even bijgekletst ook nog. En ik had hem ook ons tijdschrift laten zien, want in het eerste blok hebben we een tijdschrift gemaakt. En die ziet er zo uit. Hij heet Extase. En ik zal het even laten zien. Willen jullie even... Dit is de inhoudsopgave en we hebben 3 grote rubrieken. Lifestyle, seks en drugs. En mijn stukje ging over ja tegen MDMA. Ik had een gesprek met een vrouw over MDMA en hoe dat zat. Naar aanleiding van het liedje natuurlijk, van Leo Klein en Bonnie Flex. En dit is editorial, drugsbaron. En dit is een stukje over een premier uit Mexico, volgens mij. Presidenten. Dit ging over Suicide Girls. Dit is mijn stukje, ja. Even reclame maken. Nee, maar grapje. En dit ging over de nieuwe generatie festivals. Superleuk, van een jongen uit mijn klas. Heeft superleuk geschreven. Nou, onze hottie. En de fetishes. Look at the butts. Gewaagd. Dit was een foxpop. Van 3 vragen. En dit is de... Even kijken. Ah, jammer. Dit is de fotoreportage Burning Man. Is echt super mooi. En dit is waarom we door drank meer gaan roken. Beste ontbijt tegen een kater. Dit ging over Tinder. Aero Cinema. Dit was een playlist. Het ging over cannabis. C-A-N-N-A-B-I-S. Het beste zijfeest. En dit ging over een advocaat. Dit is Mark Turlings. En die is... even kijken. Hij is advocaat en hij heeft drugsmensen behandeld. Dit is het colofon. Mijn naam zie je hier. Oh, lekker die schaduw. Zie je hier, ik deed vormgeving met Stefan, die jullie op mijn video van gisteren hebben gezien. Of van deze week, ik weet niet wanneer deze is.
En nee, dus dit was ons tijdschrift. En het was echt super leuk om hem even te helpen bij het proces. En zijn tijdschrift ging over alles wat een beetje apart is. En nou ja, vloggen is op zich niet heel erg gek. Maar ja, het is wel iets wat niet alle dagse studenten doen. Dus ja, het was super gezellig. En ik ben nu even thuis. Mijn zusje. Mijn broertje. Amber, bij Zoom. Hi. Dus ik ga nu weer even zo meteen verder aan school. En nou, dan even lekker rustig gaan. En morgen weer schooldagje en leren en werken. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Volg ook alle andere drie helden. En tot de volgende keer. Doei.